Cultuur bij je buur brengt artiesten bij je thuis. Sportoriëntatiedag, bijzondere sporten voor unieke mensen. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. In het weekend van 16 tot en met 18 mei zwermen lokale artiesten, dansers, muzikanten en kunstenaars uit over Apeldoorn. Zij kunnen bij u thuis komen optreden tijdens het weekend van Cultuur bij je buur dat door Spektakel wordt georganiseerd. Het initiatief is begin dit jaar genomen vanuit Spektakel is een onderdeel van Mercant. Vooral voor de stimulering van de amateurkunst en de cultuur in Apeldoorn. Wat we willen doen is in een weekend in mei, 16, 17, 18 mei. In dat weekend brengen we een heleboel amateurartiesten en kunstenaars in contact met het Apeldoorns publiek. En dan draaien we daarbij de rollen om, van dat niet het publiek per se naar de kunstenaar of naar de artiest moet. Maar dat artiesten een optreden doen bij waar het publiek het wil hebben. Dus bij mensen thuis. In een verzorgingshuis, in een wijnhandel hebben we het zelfs. Er zijn allerlei plekken waar het nou gaat gebeuren dan. En hebben jullie al veel aanmeldingen voor of aanvragen voor? Of zijn er al een hoop artiesten die zich aangemeld hebben? Ja, we zitten nu inmiddels op ruim 30 artiesten die zich aangemeld hebben. In allerlei soorten. En voor het weekend nu al hebben we al meer dan 40 boekingen staan. Dus dat ook dezelfde artiest op meerdere plekken in dat weekend speelt. Krijg je dan. Alle optredens zijn openbaar en gratis toegankelijk en bieden de Apeldoornen de gelegenheid om te laten zien hoe gastvrij de stad is. In Mercant werd alvast een voorproefje gegeven. A flat path crossed. I see the store of souvenirs, weaving our separate ways. I'm left with memories. We met drowned in a rare space, high off the ground, till the touchdown drove us home. Drove us home. Verbaasd zag hij inderdaad dat zijn mond helemaal onder het bloed zat. Het leek wel alsof die een of ander wild groot dier had verslonden. Ja, je hebt gelijk, Kantjil, maar ik heb niets anders gedaan van de donkerrode jattiebladeren zitten snoepen. Ik heb er lang op gekauwd. Haha, dat wil ik ook, dat wil ik ook. En daar gaan de twee, de ram voorop en Kantjil erachteraan, op zoek naar een grote jattieboom. Inschrijven voor het Cultuur bij je buur spektakel kan nog via de website cultuurbijjebuur.nl. Zondag werd in het Omnisport een sportoriëntatiedag gehouden voor mensen met een achterstand of een handicap. De sportoriëntatiedag, bijzondere sporten voor unieke mensen, werd voor het eerst gehouden en geopend door demissionair wethouder Kruithof. Voordat de sportieve dag echt begon, werden er nog een paar intentieverklaringen door diverse sportclubs ondertekend. U heeft juist geopend. Wat is er vandaag allemaal te doen? Eigenlijk is er heel veel te doen. Ik geloof dat er 22 sportverenigingen hier laten zien wat hun sport inhoudt en hoe ook mensen met een beperking mee kunnen doen aan hun sport. En dan praat je over, als je beneden hier in die grote hal kijkt, over schermen, wielrennen, atletiek, judo, bokkia, dat is een soort werpsport voor mensen met een beperking. Ook vormen van hockey, rolhockey. Nou, je kunt zo gek niet bedenken of er zijn mogelijkheden ook voor mensen met een beperking om mee te doen aan sporten en bewegen. Nou, is er juist ook door de heleboel sportclubs een formulier ondertekend. Gaat dat ook nog naar de gemeenteraad toe? Ja, dat ligt zelfs al bij ons. Het was wat laat. Ja, een wethouder zelf is niks, zeg ik altijd. Een wethouder tekent namens een college. Dinsdag gaat het college van burgemeester en wethouders
er een besluit over te nemen. En ik weet zeker wat het besluit zal zijn. Wij gaan meetekenen om ervoor te zorgen dat er ook wat extra middelen uit Den Haag, subsidieregeling Sportimpuls, zo heet die, om die extra middelen ook hier naar deze regio te krijgen. Want het is soms ook, je hebt soms even een steuntje extra nodig. Het is voor een vereniging ook wat duur. Er is soms extra begeleiding en extra materiaal nodig. En wat ook van belang is, is dat sommige sporten, noem nou schermen. Stel dat je 6 of 8 schermers hebt met een beperking, die zouden willen schermen in de regio. Dat zou al veel zijn, want het is toch een bijzondere sport. Dan heb je dus wat massa nodig. De Apeldoornse Schermvereniging en de Zutphense Schermvereniging moeten dan samenwerken. Ook daar heb je soms even wat extra middelen, was het maar vanwege de reiskosten, voor nodig. Al die middelen hopen we via die subsidieregeling binnen te halen. Op verschillende plekken in het Omnisport kon er worden gesport, zoals korfbal, rolstoelbasketbal, knotshockey en zitvolleybal. Deze dag heet bijzondere sporten voor unieke mensen. Vanuit de werkgroep en vanuit de sportraad en het verenigingsbureau en een hele groep mensen daaromheen zijn we bezig om meer mensen binnen Apeldoorn die een beperking hebben aan het bewegen en aan het sporten te krijgen. En om dat te stimuleren hebben we een aantal activiteiten. En één daarvan is vandaag heel veel activiteiten aanbieden waar mensen vrij naartoe kunnen komen, iets mee kunnen doen en uit kunnen proberen. En als er iets bij is wat ze interessant lijkt, leuk vinden, waarvan ze zeggen, god, dat is interessant, dan kunnen ze zich opgeven bij die vereniging en dan mogen ze daar een aantal trainingen meemaken. En dan kunnen ze een beslissing nemen of ze die activiteit daarna ook mee doorgaan. Nou, hebben jullie straks ook nog een belangrijk document ondertekend met heel veel sportclubs. Wat houdt dat precies in? Ja. We hebben de intentieverklaring voorgelegd aan, ik dacht, een kleine 20 organisaties en verenigingen. Die intentieverklaring gaat over de Sportimpuls. En de Sportimpuls is een project vanuit het ministerie waarin gestimuleerd wordt om het sporten binnen Nederland te vergroten, te versterken. Daar hebben ze verschillende thema's en dit gaat over sporten met een beperking om vanuit de verenigingen dat meer bekend te maken en activiteiten te ontwikkelen om mensen daar mee te laten doen, zodat ze kunnen ervaren wat het is. Er komt een website, daar staan al die activiteiten zo meteen op en vanuit die website kunnen ze dan een keuze maken en na de dagen waarbij dat bij de verenigingen plaatsvindt, kunnen ze daar aan meedoen. Je bent je aan het oriënteren op een van de sporten. Ja. Wat heb je zowel allemaal gedaan? Ik heb gekeken bij korfbal, heb ik even meegedaan. En ik tennis zelf en ik paardrij zelf. Maar ik wil in plaats van tennis een andere sport gaan doen. De eerste sportoriëntatiedag, bijzondere sporten voor unieke mensen, werd goed bezocht. En wat vind je verder van deze hele dag hier zo georganiseerd? Ja, ik vind het wel heel goed. Het stimuleert extra om mensen aan het sporten te krijgen. Ja. Dus eigenlijk wil je wel een oproep om meerdere mensen hierheen te laten komen als het volgend jaar weer georganiseerd wordt? Ja, als het volgend jaar weer georganiseerd wordt, kom zeker kijken. Doen! Ruim 60 petities zijn er al over de plannen om in Zuidbroek een crematorium te bouwen. Dit plan komt van de uitvaartmaatschappij Jarden. Het crematorium moet aan de Nijverbroekse weg verrijzen, maar de bewoners vinden dat niet passen in een woonwijk. Ook de bouw van een crematorium in Wenum-Wiesel stuitte dit jaar op hevige verzet door de inwoners van het dorp. Volgens Pro Zuidbroek heeft het crematorium in Uggelen voldoende capaciteit, waardoor de bouw van een nieuw crematorium niet echt noodzakelijk is. Het eerder aangekondigde fietsverbod in de Beekstraat, Beekpark en Nieuwstraat gaat niet door. Burgemeester en wethouders van Apeldoorn vinden het fietsverbod bij nader inzien niet passen bij hun eigen verkeersvisie. Ook de Fietsenbond had kritiek op het plan van de gemeente. De horeca op het Katerplein is onaangenaam verrast over het terugdraaien van het fietsverbod. Zij vrezen dat er rond de terrassen weer veel gefietst zal worden. De gemeente zegt toe de komende zomer hierop toe te zien en zo nodig in 2015 de plannen daarop te zullen gaan maken. Het grootste Nederlands muziekspektakel, Muziekfeest op het Plein van de Tros, komt naar Apeldoorn toe.
Op dinsdag 3 juni wordt tussen 8 en 11 uur 's avonds de televisieopnames van Muziekfeest op het Plein op het Marktplein van Apeldoorn gehouden. Wie er komen optreden is nog niet bekend, maar dat er een keur aan Nederlandse topartiesten naar Apeldoorn komen, staat wel vast. De uitzendingen van Muziekfeest op het Plein vanuit Apeldoorn zijn mogelijk in juli op de televisie te zien.